Zoals ik dus heb gezegd, ga ik naast de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie ook de Premier League voorspellen. En ik vond het oprecht de moeilijkste competitie om te voorspellen van ze allemaal. Ik denk dat de Premier League gewoon zoveel in de ongeveer clubs heeft. En dat dat allemaal heel dicht bij elkaar ligt, vooraf vooral om te voorspellen, dat het echt immens moeilijk is. Hopelijk hebben jullie veel zin in deze video. Doe je een blauwpje omhoog, abonneer op Twinity en laten we massaal beginnen. Nou kijk, natuurlijk hebben we de traditionele top 6. Daar komen we pas op het einde van de video op uit. Onderaan begin ik gewoon met een best wel simpele keuze naar mijn mening. Een club die ik niet goed ken, een club die niet veel goede spelers hebben gehad naar mijn mening. En dat is Cardiff City. Nou, Cardiff City is bijna niemand kwijtgeraakt. Laten we dat ook even voorop stellen. Dat is natuurlijk ook prima, maar ze hebben ook echt maar heel weinig spelers gehaald. Bobby Reid van Bristol City speelde daar een heel goed seizoen. En Josh Murphy, een linksbuiten van Norwich City. Dat zijn eigenlijk de enige twee grotere namen die Cardiff City heeft gehaald. Daarbuiten spelen er niet heel veel grote namen bij Cardiff City. En denk ik dus ook niet dat Cardiff City echt een gewaagde Premier League ploeg is op dit moment. Ik verwacht eigenlijk dat ze diep laatste zullen worden. Maar ja, weet je, je weet het maar nooit met dat soort clubs. Niemand verwacht dat tot Brighton, tot Huddersfield en tot Newcastle allemaal in de Premier League zouden blijven dit seizoen. En ook dat is gebeurd. Maar toch zet ik op de 20e plaats Cardiff City. Ook omdat ik ze bijna nooit heb zien voetbal. Daarnaast wil ik wel even zeggen dat ik bijna alle wedstrijden van de Premier League kijk. Niet allemaal live eigenlijk, maar veel wedstrijden zie ik wel live. Sowieso al die wedstrijden van United. En dus dat ik wel een klein beetje verstand heb van de Premier League. Kijk, voor mij stond Cardiff City gewoon echt onderaan. En daarna kwamen de twee andere clubs die gingen degraderen. En dat vond ik wel moeilijk. Ik twijfel tussen best wel veel clubs. Maar uiteindelijk ga ik dan toch voor Brighton als eerste club die dan gaat degraderen. Ik weet niet waarom. Natuurlijk, vorig jaar hebben ze het gehaald. Maar als ik kijk naar de aankopen. Ja, daar hebben we natuurlijk wel Jan Baks. Ik weet niet, weet niemand weet of hij het niveau heeft in de Premier League. Ik wil later wel eerlijk zijn. En voor de rest heeft Brighton niet echt een interessante speler gehaald. Die in de selectie nou echt, ja, gewoon een topspeler zou moeten zijn. Wat ik bij andere clubs wel zie. Bijvoorbeeld bij Fulham zie ik dat wel. En de spelers die weg zijn gegaan zijn ook maar heel weinig. Misschien is dat de reden daarvoor. Maar toch, ik verwacht gewoon niet heel veel van Brighton dit seizoen. Vandaar een 19e plek. Ik denk ook dat heel veel sterkere clubs gedegradeerd zijn voor volgend seizoen. Bijvoorbeeld Stoke City. En ja, Brighton 19e. Dat ga ik gewoon zeggen. En de laatste club die degradeert, jongens. We hebben op 18 kunnen dan natuurlijk Huddersfield zetten. We kunnen voor promovendus gaan als de Wolves, als Fulham. Maar ik ga voor een hele andere club. Ik ga voor Huddersfield inderdaad. Ja, ik laat beide promovendussen van vorig seizoen degraderen. De aankopen van Huddersfield zijn Kongolo als allerduurste. Weer één iemand met Nederlandse achtergrond. Ja, weet je, ook Kongolo, een verdediger van 20 miljoen, die kan het seizoen niet goed maken natuurlijk. Voor de rest zijn de aankopen niet heel erg interessant. Bakuna natuurlijk nog van Groningen. Speelt hij weg zijn gegaan. Nou ja, ook niet echt iets waar Huddersfield veel last van zou krijgen. Maar ook deze selectie vind ik weer ten opzichte van anderen gewoon niet een selectie die echt verbeterd is. Of die echt gewoon dit seizoen ook kan gaan eindigen. En daarom denk ik gewoon dat dit de drie laagste clubs worden. Nog altijd, dit vind ik best wel een klein gokje om dit te doen voorafgaande aan de competitie. Vervolgens hebben we Burnley. Ja, ik denk dat zij ook niet hoog zullen eindigen, om heel eerlijk te zijn. Niet heel veel interessante spelers gehaald, niet veel weggegaan. En dat is gewoon de reden dat ik ze daar neer heb gezet. Ik heb niet heel veel met de club. Ik denk wel dat ze zich op zich in de competitie zullen houden. Op 16 hebben we dan de tweede promovendus die ik bespreek van vorig seizoen. Of van dit seizoen in principe, als je het zo bekijkt. En ze hebben een prima transferperiode tot nu toe gehad. Als je het zo ook, ja, zo kan je wel zeggen. Gaan we met Tino. Ze hebben daarnaast dingenshuizen kunnen houden. Dat is ook natuurlijk mooi voor hem, Ruben Neves. Ze hebben Diogo Jota van Atletico Madrid en linksbuiten. Dat is ook een prima speler. Daarnaast hebben ze Afobe, hebben ze weer terug. En natuurlijk niet te vergeten, Rui Patricio. Dat is gewoon een prima keeper, prima middenvelder gehaald. En daarnaast staat nog Diogo Jota, prima linksbuiten. Dus op zich, ze hebben wel wat spelers waarvan ik denk dat ze gewoon prima in niveau hebben. En vandaar verwacht ik ze gewoon eigenlijk al makkelijk te handhaven vond. Niet echt veel belangrijke spelers weggegaan. Met andere woorden, de Wolves gaan dit seizoen overleven in de Premier League. Vervolgens hebben we Southampton. Vorig jaar net niet gedegradeerd. En dit jaar zijn ze toch wel wat spelers verloren hoor. Of ja, eigenlijk Klaasie, Tadic. Zullen ze niet heel veel last van hebben. Dus ja, Buffal is dan nog verhuurd. Maar goed, ze hebben ook wel wat prima spelers gehaald. El Yunusi, mooie speler die ze gehaald hebben. Yannick Vestigaat, enorm goede verdediger van Borussia Mönchengladbach. Dus op zich daar hebben ze wel wat prima spelers erbij gehaald. Ik denk ongeveer even sterke selectie hebben als vorig jaar. Dat ze gewoon zullen overleven in de Premier League. Ze zullen wel lastig krijgen, maar het zal ze wel gewoon lukken. En ik heb vandaar een klein gokje. Iets hoger dan vorig seizoen. Newcastle United deed het vorig seizoen verrassend goed. En ook dit seizoen heb ik ze weer vrij hoog gezet. Buiten dat Mitrovic naar Fulham is gegaan.
hebben ze eigenlijk bijna niks echt verloren. En Bemba en FC Porto 8 miljoen. Daarvoor terug hebben ze dan wel weer een aantal spelers kunnen kopen. Zoals ik al eerder gezegd heb, Fabian Scheer van Deportivo, een Zweedse international. Prima speler, voor de rest ook niet heel veel. Ik denk daarom dat ze iets lager zullen gaan eindigen dan volgend seizoen. Maar nog altijd zullen ze gewoon gaan overleven in de Premier League, denk ik zelf. Ik heb ze best wel hoog gezet, omdat ik vind dat ze enorm goede transfers hebben gedaan. FC Fulham, op 12e plaats gaan ze ook eindigen. Ik weet zeker dat Fulham zal overleven. Ik heb er echt vertrouwen in. En ik vind dat ze leuke, goede spelers hebben gehaald. Alle vijfde spelers die ik nu ga opnoemen zijn de enige vijf spelers die ze gehaald hebben. En alle vijfde spelers kennen we waarschijnlijk allemaal. André Schürrle van Dortmund. Le Marchand van OGC Nice. Dan hebben we nog Fabrizio, keeper van Benfica. Benfica, die Beşiktaş, wat zeg ik allemaal. Mitrovic van Newcastle United. En natuurlijk Seri van Nice weer. Allemaal enorm goede aankopen. Allemaal Premier League waardig. En Fulham heeft een goede club, goed team volgend seizoen. En Fulham zal gewoon gaan overleven. Ik weet zeker, ik heb best wel veel vertrouwen in deze club. Ik verwacht er ook best wel wat van. En ik ben heel benieuwd hoe zij het gaan doen volgend jaar naar Premier League. Ik zei trouwens dat ik ze 12 had gezet, maar ik zie nu dat ik ze 13 heb gezet. Want op 12 staat namelijk Watford. Ja, Watford is natuurlijk wel Richarlison verloren voor 40 miljoen euro. Nolan Amrabat voor bijna 10 miljoen euro. Maar dat was het ook wel. En ik denk dat ze op zich best wel een leuke selectie hebben. Deleveux is nu ook vast bij Watford. Voor de rest niet heel veel interessante dingen gebeurd. Iets lager dan vorig seizoen heb ik ze geloof ik nu gezet. Of bijna dezelfde plaats. In ieder geval prima team. Zullen overleven. Geen twijfel bij mogelijk. Op 11 hebben we Crystal Palace staan. Nou ja, daar is echt gewoon bijna niks gebeurd. Er is bijna niemand weggegaan die ze nodig hadden. Ook bijna niemand gekomen. Zijn ook wel een beetje gerucht dat er nieuwe spelers zullen gaan komen. Daar hebben we natuurlijk al over gesproken in de afgelopen transfervideo's. Maar het enige waar Crystal Palace zich nu zorgen om moet maken is om Wilfried Zaha. Als hij weggaat, dan krijgen ze heel veel geld natuurlijk. Maar raken ze wel een belangrijke speler kwijt. Dan moeten ze van dat geld, en ik denk dat ze ook daarop wachten, een nieuwe enorm goede aanvaller van gaan kopen. Dus nog even wachten voor Crystal Palace wat rondom die situatie gaat gebeuren. Maar voor nu denk ik gewoon met de selectie die ze nu hebben, dat ze wat daar zullen gaan eindigen en weer een goed seizoen zullen draaien. Ik had eigenlijk verwacht dat ze zouden degraderen dit seizoen, maar toch zouden ze best wel sterk. Ik zet ze gewoon als verrassing van de Premier League in principe op een 11e plaats. Gewoon doen. Gewoon geen twijfel, joh. Ik geloof dat Burnley de enige club is die geen enkele aankoop heeft gedaan in de hele Premier League. Het is echt zo. Ik geloof Tottenham misschien ook dan. Maar in ieder geval Burnley nog niemand gekocht. Maar toch, volgend seizoen einde is het best wel hoog. Ze spelen nu voorronde Europa League geloof ik in 7e plaats. Ik zou ze dit seizoen op een 10e plaats zetten. Ja, kijk, als er niemand weggaat, dan zou je zeggen dat de selectie even goed blijft. Naar Chelsea zagen we dat ook gebeuren. Er ging ook niemand weg. Er kwam ook niemand. En ze werden eerst kampioen en daarna best wel slecht. Dus ja, ik hoop toch voor Burnley dat het een goed seizoen gaat worden. Ik verwacht er ook wel een beetje wel wat van. Een hele verdedigende ploeg. Maar toch, 10e plaats is naar mijn mening gewoon prima. Ja, en de volgende clubs ben ik het gewoon sowieso over eens. Nieuwe Leicester City, ga ik niet meer over zeggen. Zijn Mahrez verloren, hebben wel een aantal spelers teruggehaald. 9e lijkt mij prima. Op 8 hebben we West Ham United. Nogmaals, zij hebben heel veel geld uitgegeven. Philippe Andersson, Diop, Jarmolenko, Fabianski en Wilshere bijvoorbeeld allemaal gehaald. Zijn prima transfers, zijn weinig spelers weggegaan. Ik verwacht weer een prima hogere plaats op de ranglijst voor West Ham. Misschien zelfs 7e, maar daar heb ik nu Everton staan. Ja, bij Everton gaat hetzelfde eigenlijk. Eén hele dure speler, Richarlison, bijna 50 miljoen euro met alle clausules erbij, 40 miljoen een losse koop. Spelers die ze kwijt zijn geraakt zijn Funes Mori en Davy Klaassen. Dus ja, niet dat zij heel veel verloren zijn, Rooney natuurlijk ook, maar ja, ook niet meer zo'n speciale speler. Dus een 7e plaats lijkt mij prima. En dan komen we aan bij de top 6. Het moeilijkste van de hele video. Ik lieg niet eens als ik gezegd heb dat ik misschien wel 5 of 6 keer de top 6 heb veranderd voordat ik de video ging opnemen. En dat ik het nog altijd gewoon niet ermee eens ben. Omdat het gewoon zo onvoorspelbaar is. En een club zomaar gewoon een enorm lange losstreek kan krijgen. Ja, ik twijfel nog altijd. Zelfs nu ik hier aan het praten ben. Het is zo lastig. Ik denk dat het dit jaar zo dicht bij elkaar ligt. En ik denk dat ik dan toch op 6 voor Chelsea zal gaan. Misschien enorm vreemd, maar als ik kijk wie ze gehaald hebben, letterlijk niks. Ja, nou wacht even, Jorginho voor bijna 60 miljoen euro. Dat natuurlijk, maar voor daarbuiten nog bijna niks. En ik verwacht wel, als ik heel eerlijk ben, en dat heb ik in mijn redenatie meegenomen, dat misschien Hazard weggaat of misschien Courtois. En dat dat wel echt een probleem zou zijn. Twee echt key spelers in de opstelling van Chelsea. Dus ik verwacht daarom eigenlijk dat de selectie misschien iets minder is dan de rest van de selectie in de top 6. En vandaar heb ik ze gewoon 6 gezet. Nou, op plek nummer 5 ben ik dan gegaan voor Tottenham. Vorig jaar 3e. Ja, weet je wat het is? Ik denk dat gewoon andere selecties zich verbeterd hebben in vergelijking met Tottenham. Tottenham geen enkele speler gekocht, geen enkele speler verkocht.
prima selectie, prima spelers. Het ligt eraan hoe zij het doen. Zij zijn vol functies en hebben Kane, Dele Alli, Eriksen, Son. We kunnen ze zomaar eens veel hoger eindigen. Maar ik verwacht niet dat ze hoger dan Arsenal, United, City en Liverpool eindigen. Want die hebben hun selectie sterk verbeterd dit seizoen. Behalve United. Maar toch zet ik United niet op 4. Ik zet namelijk Arsenal op 4. Weet je wat het is? Ook daar een nieuwe trainer. En moet nog maar afwachten zijn hoe ze gaan spelen. Dat idee heb ik dus ook bij Chelsea. Ze hebben wel natuurlijk prima transfers gedaan met bijvoorbeeld Torreira. Op doel Leno nu. Er zullen wel wat zorgen wegvallen bij de Arsenal fans. Ik denk dat ze wel Champions League kunnen gaan spelen. Maar voor nu een vierde plaats. Ik denk dat ze wel nog één seizoen die selectie nog even moeten craften. En dat daarna pas echt dat ze top 3 zullen weer kunnen gaan eindigen. Dat denk ik. Ik weet niet zeker of dit gaat gebeuren. De top 3. We beginnen met Manchester United. Kijk, ik ben zelf Manchester United fan. Misschien is dat ook wel een reden dat ik ze één plek boven Arsenal heb gezet. Dat ik anders Arsenal op 3 had gezet. Want op dit moment is United, om het even op zijn Engels te zetten, fucking broken, man. Nee, dat was heel slecht dat ik dat zou zijn, maar goed, dat doet er niet toe. Ja, kijk, Mourinho lijkt heel veel problemen te hebben bij United. Het ziet er allemaal zo slecht uit op dit moment. Geen enkele speler lijkt naar United te willen komen. Het lijkt echt gewoon allemaal door Mourinho te komen. En ja, hij gaat niet weg. Hij gaat niet weg. Er zijn ook veel mensen die er vertrouwen in hebben. Het ligt er gewoon aan hoe ze de resultaten zullen zijn. Ze zullen slecht voetbal gaan spelen. Parkeer de bus natuurlijk onder Mourinho. Maar ja, weet je, ik denk nog altijd dat ze gewoon heel veel zullen gaan winnen. En daarom denk ik dat ze nog altijd gewoon derde kunnen worden. Aankopen zijn prima die ze gedaan hebben. Alleen verdedigend moet er echt nog iemand komen. En daarnaast hebben ze nog altijd gewoon echt een aantal wereldtoppers spelen. Vergeet dat gewoon niet. De Gea, Pogba op middenveld. Voorin hebben we Lukaku, Alexis Sanchez. We hebben echt heel veel goede spelers. Een derde plaats zou moeten kunnen met de selectie. Het ligt eraan hoe we gaan spelen. Maar ja, voor nu derde. Ik ga het gewoon doen. De verrassing van het seizoen 2018-2019 zal Liverpool worden. Ik ga het gewoon zeggen. Ik ga het gewoon doen. Veel haat ga ik hierop krijgen. Maar ik verwacht ze gewoon enorm hoog eindigen. Ik denk dat de selectie op basis van vorig seizoen niet minder is geworden. Op het midden van Fabinho en Naby Keita gewoon veel sterker is geworden. Achterin hebben ze natuurlijk nog Virgil van Dijk die enorm sterk is. Ik denk dat dit echt een enorm sterk team kan worden. En als ze nog een paar seizoenen lang dit team kunnen houden en misschien nog een klein beetje kunnen versterken, dat ze misschien wel kunnen meespelen voor het kampioenschap. Alisson natuurlijk op doel. Echt een prima team waar ik ook heel veel van verwacht. Maar ja, ze moeten het ook maar waarmaken. En op plek nummer 1 hebben we dan natuurlijk, je weet het al, Manchester City staan. Ja, kijk natuurlijk, daar zijn weinig spelers weggegaan, wat je snapt. Er zijn nieuwe spelers gekomen zoals bijvoorbeeld Mahrez. En ik denk gewoon dat City met deze selectie, met deze trainer, met dit voetbal gewoon wel eerste wordt. Ik denk dat er niet heel veel clubs echt in de weg kunnen staan van City op dit moment. Wat op zich best wel jammer is natuurlijk als je United fan. Ik moet het gewoon zeggen en ik denk dat het zo zal worden. De top 6, ik vind het enorm moeilijk. Ik denk als ik geen United fan was, dat ik United op 5 of op 4, misschien wel op 6 had gezet. Misschien toch een beetje subjectiviteit van mij erin gedaan. Maar goed, we zullen het gaan zien. En ik ga erop reageren achteraf. Dit was mijn prediction. Zet vooral jouw prediction onder in de comments. Doe een blauw duimpje omhoog. Als jij een goede prediction maakt, doe ik een hartje geven. En hopelijk zie ik jou in de volgende video weer terug. Kraak me niet al te veel af. Dit is puur mijn mening. En ik zeg, later.